Ik stond op een prachtige zomerdag. Net zoals elke andere ochtend had ik heel veel zin in een nieuw avontuur. Ik deed mijn raam open om de frisse natuurgeur op te pikken. Maar plots zag ik twee jongens vrolijk heen en weer huppelen. Oh joh, Danny, check die Pokémon die ik heb gevangen. Heb je dat gezien? Oh joh, dat is echt het beste ooit, die Pokémon. Ze speelden Pokémon Go, een nieuwe rage die ik niet helemaal snap en er dus niet in mee ben gegaan. Maar het plezier dat deze twee jongelui hadden, deed me wel iets. Ze hadden een vrolijke energie die ik helaas niet heb in mijn leven. Terwijl ik dacht aan hoe ik deze vrolijke energie ook kan bereiken door middel van zo'n spelletje te spelen, ging ik voort met mijn dagelijkse routine. Deels droog weer. Voor de volgende 24 tot 48 uur zie ik... Jij gaat die school luisteren naar... Oh my god, er is een bulbasselaar in de buurt! Moet ik gaan vangen? Kom, vrienden! Stilletjes aan begon ik te denken of ik ook niet zou beginnen aan Pokémon Go. Zeg, vrienden, ja, dat is hier in Brussel, is dat een evenement. Zo van die luurspots, dan moeten we bijna niks doen en je krijgt gewoon Pokémon's. Daar gaan we dan naartoe, hè? Toen ik dat hoorde, wist ik het zeker. Ik ga ook een Pokémon-trainer worden. Dus ik ging zo snel mogelijk mijn kleren aan, zodat ik kon zien waar Dennis precies naartoe ging. Ik heb me nog nooit zo hard gehaast in mijn leven. Nog nooit was ik zo zeker om mijn levenskeuze. Pokémon wordt mijn leven en dit is mijn enige kans. Maar ik moest er op een of andere manier ervoor zorgen dat Dennis mij niet zag, want wie weet zou hij zeggen dat ik niet mee mag. Ik moest alles stiekem doen, maar ik ging hoe dan ook in Brussel geraken om alle Pokémon die er bestaan te vangen. Alles ging volgens plan. Ik geraakte tot aan het station zonder Dennis het horen dat ik hem heel de weg lang had achtervolgd. Dus ik deed door. Ik geraakte zelfs in de trein. Maar toen kwam het moment. Het moment dat Dennis doorhad dat ik stiekem mee was gegaan. En we zijn aangekomen in Brussel om Pokémon te gaan vangen. Hey Dennis. Hey Casper, wat doe jij hier? Mag ik niet Pokémon vangen met u? Ja, dat mag. Ik heb wel eigenlijk een keigroot probleem. Ik heb mijn netten om al die Pokémon te vangen thuis vergeten. Ja, maar Casper, dat is niet nodig, hè. Die Pokémon's die komen naar je toe. Je moet bijna niks doen. Ik realiseerde mij dat dit mijn ultieme kans was om alle Pokémon te vangen. Ik ging echt gelukkig worden. A few moments later. Moest jij een Pokémon gaan vangen? Ja. Dennis, weet je wat? Kom naar dat één plein, er zijn heel veel Pokémon. Kom. Oké, dus als ik het goed begrijp, dan spawnen hier de Pokémon vanzelf. Ja, dat klopt. Dat is toch kei easy. Tot mijn grote teleurstelling kon ik geen enkele Pokémon vangen. Ik bleef hoe dan ook proberen, maar niets lukte. Op een gegeven moment zag ik een Pokémon in het water. Wat zijn ze aan het doen, Casper? Hier lag de horsie. Ik zag hem ergens. Die moet hier ergens in zitten. Toch gaf ik de moed niet op. Ik vroeg zelfs om hulp aan enkele mere Pokémon-trainers. Zeg, zou ik iets mogen vragen? Ja. Heb je toevallig hier een horsie gezien? Daar in het water. Als er is? Ja. Verder dan? Ja, ik zal nog eens kijken. Ja. Leugenaars! Pokémon's van je echt niet meer leuk, ik kan er niks van doen. Ja, maar je ziet er ook niet uit, dat is een Pokémon-speler. En Dennis, wat vind je ervan? Er ontbreekt iets natuurlijk. Searching far and wide. He's a human to understand the power that's inside.
terug is een avontuurlijke dag. Super veel Pokémon gevangen.